Goed 60 jaar na dato vraagsel je een soort band van NSB'ers nog heel iets met het oorlogsverlenen van harten aarden. Thuis konden ze net op praten en dat zwijgen zwaar het op lettere leeftijd voor grote zwierigheden. Zelfs jonge dij kist er maar op rekenen dat wat men weet dat je van een NSB'er wist, dat ze een oudkaart wist. Voor volk en vaderland, houd in! Ik heb 's nachts geroepen, vlak nadat ik het dossier gezien had. Ik zat rechtop in mijn bed. Ben jij mijn vader? Moordenaar? Ze hadden je levenslang moeten geven. Toen jij dat dus memsje en dus had ze nou af en dan deed je maar naar voort maar hier kogel en net de eerste hier en daar een kogel. Ja, mijn eerste reactie weet je. De samen zullen wij opbouwen een vernieuwd Nederlands volk. Dus hij die had een keer zijn, hier hebben wij het net meer over. Punt. Ik weet dat nog, dat u schoot uit de score waar ik kwam in de keuken. En er was een door met zijn ijzeren klink dat jij erbij dat geloed en dat er zo'n noost oorlog. En dat is met zijn is net best. Dat is nou net mis, ze hadden het morgen wat opknapt. Maar dat weet toen ik een morgen en de meeste daar een stien uit, misschien ik wil dwarsstien. En daar groeiden mooie litse plantjes en wat moos en zo. En daar fantaseerde ik altijd het verhaal van dat er geen oorlog meer was. Zo. Dat er vast een tijd kwam en dat je dan een mooi tuintje had kon. Daar fantaseerde ik altijd door. Jaitske Wassenaar van Baart is 3 jaar dat de oorlog uitbreekt. Heid Reinder is veehouder en lid van de NSB. Vooral uit economische oorwagingen. Het dropt in de huishouding een soort spanning op. Nou jongens, hè? Dan jij, mijn broer en ik. Dan hadden we met de holle boppen de tekens. En dan hadden we met mijn bongel in. Echt al tjengelkoor van, nou ja, dat, die wint net eens gewoon. Dat jerst. Maar verder, ik weet wel dat het soms eens ergens in ging. En toen moest hij mooi die... hoe die dan in landwacht of zo, die moest hij maar op stap. Nou, dat werd hoogste lids. Dus men weer de poer en poer op zien. Arne Haltrop is boekhandler op een Jouwer. De economische crisis van de jaren 30 jouwt hem een soort argewaasje. Zo komt eruit bij de NSB. Een partij die het opkomt voor lietse middenstanders. Zo'n Benny Haltrop weet nog goed hoe er in de oorlog op stap ging met zijn heid. Ek naar de verbloemen van de Duitsers. En Duitse soldaten, dat waren dus hard zijn vrienden. Dus daar was ik helemaal niet bang voor. Dus, daar heb ik helemaal geen probleem mee. Maar ik weet wel dat er in dat gebouw een portret hangt van nou, mijn snorken. Dat bleek dan Hitler te zijn. En dat moest voor salueren. En ik werd nog wel hoe wel laten zien en dus zonden ze mij dat ik eens helemaal leren had, had ik dat bekoor. Nou, die haan omheeg, dat slagen wel. Maar je moest niet de squash in elkaar klappen, maar de hakken klatschen hebben ze dat. Ja, ik schopte mis dat ik voel om. In de meeste willen. Ik, het was een rare kerel. De pioniers van het Nationaal Socialisme in Nederland. Getuigen van hun trouw aan den leider en hun geloof in een nieuw en sterk vaderland. Voor volk en vaderland, houd in! Benny Haltrop, like goed als Jaitske Wassenaar, haar jarenlang net praten won over het verliezen van haar heid. Er laai een zwier taboe op. Zo is ook de ondervinding van de stichting Werkgroep Herkenning.
een lotgenotenclub voor bern van NSB'ers. De verhalen die hier naar boven komen, liet je een soort op een waar. Bern wraksel je maar de kar van haar orden van NSB en leidde nog hield iets onder. Jeanne Diele, bestuurslid van de werkgroep Herkenning, is een van die bern. Er is altijd een familiegeheim waarover gezwegen wordt. Dat vertel je niet. Je weet ook hoe men over je denkt. Dus je kijkt wel uit om er iets van te zeggen. Je groeit dus ook op in die cultuur van pas op. Andere mensen zijn niet te vertrouwen. Vertel niet te veel. Wees altijd op je hoede. Dus je sociale contacten leer je niet ontwikkelen. Waardoor je weinig sociale vaardigheden hebt. Daar later in je leven tegenaan loopt. En ook moeilijkheden vaak ondervindt in en met relaties. Zo kun je dus geen gezonde identiteit opbouwen. Geen eigenwaarde. En dat is een probleem wat vooral weer naar boven komt met het ouder worden. Het verdrongen verleden gaat dan zijn tol eisen. In depressiviteit, burn-out. En daar moet je dan iets mee doen. En zo komen ze dan vaak terecht bij ons. We zitten in kerken en er kwam een man in en die raapte Canadezen binnen er. Die kwamen de metstrijd in rieden. En wat nooit gebeurt, maar doe wel, de kerken rond leeg, iedereen rond eruit. Want ja, die preek weer niet net zo belangrijk meer. En dus hij blijft zitten, wij blijven zitten. Want de kerken ongeveer leeg weer. En toen binnen wij achterom gingen, net door de metstrijd, om zo volle mogelijk uit de buurt te blijven. En via een achterompaardje, een lidstukje metstreden, binnen wij thuiskomen. En ik wou wel graag naar boeten, ik wou dat wel graag zien, maar dat mocht dus net. Moest thuis blijven. Dus mijn kamer van bed, toen zit er twee grote rode kruisen, verre dripte er nog. Zie het op de door. En toen had ik mem voor het eerst green shippenbroek van boven. En dan had ze die kruis de voordeur los. En toen zitten ze midden in een week, in de snoeizenkleen, in de kamer. Nou, ik denk het ook net. En ze zei ze nu, je moet de dik maar uit je in de bed zien. En toen roen ik weer waarom. Ik roen de gang, want er is een stijl op. En ik roen de gang los. En ik hield de holles in de door. En toen jij ik dat dus memtje en die schoot ze nou af, dan deed je maar dat naar voort maar in je kogel en net eerst hier en daar een kogel. Ja, mijn eerste reactie weer deed je. Wie met de melk, wie met het hinder uit land hel je en wie met wij dan heen. En dat. Ja, en dan op plaatst, dan ging ik tot de dik maar uit. En dan komen de famkes om van mijn klasse. En die jonge oranje boven leven de koningin. En die herstrekt niet hier en het hier mooi. En ik denk, ik loop net dat ik van mijn moeder hier uit kan hebben. Na de bevrijding volgt al vlug de onhouding van NSB'ers. Voor haar bern de meest traumatische periode. Ze zoggen hoe het huid en mem van hoe ze helle worden. En dat gaat net altijd zelfzinnig. Jacques Kooistra, journalist en bekend worden als de Friese natiejager, maakt het van dichtbij mooi. Je kunt die je haat net voorstellen, maar je was net vierden. Vier weer lang had de bevolking in spanning zitten. En dat moest zich op een of andere manier uiteren. En dat kan op de bevrijdingsdag en de dagen daarna. De NSB'ers, hoe het algemeen, die ben ik vreselijk mishandeld. Ik zag die lange riegen, manje, vrouwje en ben, die werden bespuit, soms werden ze gekopt. Ik ga echt zien dat ze met stenen besmitten werden. Er was echt wel eens urine naar mensen te smitten. En die vrouwje, die omgang ging met de Duitsers,
die waren keelknip. Dat vond ik echt schandalig. Ik had de grootste minachting van hem en ik mocht van mijn heid ik net meedoen. Terwijl hij zelf uit het verzet kwam, hij zei, want dit had niks meer met politiek te maken, dit had gewoon met wraakgevoelens te maken. Toen stond weer, toen was hij hard, dravende woorden om hem heen. Vier mensen met een geweer eromheen. En ik stond hier en dan viel ik in de hand van mijn eigen. Dat moet die benen net zien, hier ik wil. Op een bepaald moment, ik was in de winkel, kwamen drie mannen de winkel in. En die kopen, die waren van de kerken. Daar was notabene de hide bij van mijn vriend. En die ging politieuniform aan. Nou, ik moest maar even vertellen wat dus hide was. Dus ik zei dat er in het koof zit. En daar hebben ze hem bijgehaald en toen moest er achterin een auto. En weer er verdwenen. En daar heb ik een hele vervelende herinnering aan. Want ik dacht dat ik dat nou net zei, die in ze hem nooit vond. Dat is onzin, maar dat is echt de redenering van een bij natuurlijk. Ik weet nog dat mijn broer en ik bang werden. Van, oh jee, nou gaat het gebeuren. We moeten met de politie mee. We hadden al wel begrepen van, dat kan gevaarlijk zijn. Wat gaan ze met ons doen? Doen ze ons pijn? Wat weet je als kind? Wat voor ergs? Ja, dat was heel indringend. Die angst neem je mee. En je hebt dus inderdaad het gevoel... De mensen hebben gelijk. En dat neem je heel lang mee. Totdat je volwassen wordt en tot de ontdekking komt bij jezelf. Ja, mensen hebben helemaal geen gelijk. Want ik word ergens voor aangeklaagd wat ik helemaal niet gedaan heb. Wij hoeven niet onze ouders af te keuren of goed te keuren. Dat is hun verhaal. Maar wij zeggen, wij kinderen van, worden door geboorte, zonder dat we ooit een keuze hebben kunnen maken... Want wie kiest nou waar zijn wieg staat? Worden we ingedeeld bij de fouten? Na de oorlog beginnen de tribunalen in de NSB'ers. Verslagen daarvan komen in de kranten. De veroordeelden worden ook gewoon bij naam neemt. Zo valt te lezen dat Arne Haltrop een net al te zware straf krijgt. 1 jaar internering vanwege zijn lidmaatschap van de NSB. Reinder Wassenaar wordt meer dan lijn. Hij zou als landwachter meedien houden razzia's op Joden. Er wordt 4 weertje in hem eerske. Uiteindelijk krijgt er een straf van 4 jaar internering. Beide malen worden opzetten in kamp Sondel en komen er schijnt uit. Toen werd een hele oude huid. Dat was een huid die kon mij eens net meer. Ik ging naar pantoffeltjes om, weet ik wel. Ik zie het op de achterbank. En... Die waren lekker gruts op die pantoffeltjes, die zo hard shell hebben. Daar hield er helemaal geen aandacht voor. Dus alle aandacht die ik in de oorlog van hem kreeg, die was fort. Het was totaal worden hard worden. Die hard uit de oorlog weer een grote vriend van me. Ik ook griezelig goed mee opzetten. Daar heb ik hele dierbare herinneringen aan. En na de oorlog was het allemaal wat moeilijk. Nee, ik wil vaak dacht, nou, dan wordt het weer saas. Gewoon. He? Nou is hij er weer. Heel simpel denken als famke. Hij had zijn straf uitzitten. En wat het ding dat wist ik net. Maar dat interesseerde me net. Alleen dan wist ik wel dat u hem wat aansjouwd had om een advocaat te vinden. Een pleiter. Er waren een heel soort gewoon die mensen net helpen. Wat me altijd naar weer spiet. U had gewoon een machtig goed piano spelen. En hij had ons nooit weer één keer het er achter de piano zitten. Hoe om te gaan met ben van NSB'ers? Het regeer had er in de jaren na de oorlog eens net een goede oplossing voor.
Er werd helemaal niks gedaan aan NSB-kinderen. Natuurlijk waren er altijd wel mensen die medelijden hadden. Maar gaan we dus collectief kijken, maatschappelijk, dan was het veel meer van, nou, we moeten deze kinderen opvoeden. Dat ze niet hetzelfde gaan doen als dat weer eens aan de orde komt dan de ouders. En dat hebben veel al kinderen die in kinderthuizen zijn geweest meegemaakt. Hè, die zeggen later, het waren vaak heropvoedingstehuizen. We werden streng aangepakt. We moesten heropgevoed worden. Maar die gaan ze gewoon in gezinnen treunen die het naar mensen zo fanatiek weer als de NSB, maar dan in een andere zin. Zo van een educatieve maatregel, om het zo maar te zeggen, van je moet precies doen, zat wie leb je, los even van godsdienst of ja, oorzaken, hè, want die ideologie die moest er uitstand worden, werd ze mee grootgebracht willen. Ik kan me net voorstellen dat een hele prudde ben daar beter van man ben. Ik ben er jij er minder van man. En dat wie ik een wrakmatigheid, om het zo maar te zeggen. Dat er altijd zijn, je bent niet van NSB'er, dus je bent onbetrouwbaar. Ik heb als kind dus meegemaakt na de oorlog hoe die reactie was. Dat begon dus eerst al door het uitschelden van de mensen die ik kende. Hè, als je met je moeder liep, dan was het van lelijke rot NSB'er en je vieze NSB-kinderen. Hè, want wij waren heel vies uit een vlucht teruggekomen met schurft en luizen en vlooien. En ja, dat was ook vies, dus dat werd dan gescholden. Kwam ik op school, je ging direct weer naar school, dan zei de juffrouw, daar achter in de klas, daar staat nog een bank, daar kun jij wel zitten. Want niemand wilde naast me zitten. Met dat kind van een NSB'er wordt niet gespeeld. Nee, er wordt gepest. Pesterijen. Jaitske Wassenaar kan er om mij praten. Vooral de bregen in Baard, wie voor haar benen een gevaarlijk plak. We moesten ze alle keren doorheen als het naar het dorp moest. Hè? En hier stonden dan stroepjes. En dat waren net bij hem bij mij uit het dorp. Maar wel gewoon van een... Hier was een Iberische squal en hier slipte weer een christelijke squal. Daar waren een paar bij die hem hier wel proberen aan te zien. Maar ik kon wel aardig goed rennen. En moest zij altijd nog even afwachten welke kant zo ik uitgaan. Ja, het kan soms samen in één kinder, maar heel vaak geen band. Maar volwassenen, hè? Grote meisken. Ik denk ik wel gewoon die komt dan in één in zin. Ik heb in oorlog niks heldhaftigs dien. En dan kijk ik een scope aan en ik krijg net een scope erom. Zo denk ik wel eens, maar... Het was de gewoonte dat de zesde klas van de leger de squallen, dat die op een jong van de derde betekening een kraans laai bij het monument. Als zij de klas moesten we het oefenen. De meester die weer knap pittig en die hoorde dat het vlekkeloos voor innen zou worden. Hij zei, dat is beter net mooi, jong. Want ik had even kogel in je, toen kon je net 2 minuten stil wezen. Kom. En toen hier dus in de gaten, hij bezorgde met het mee. En dat neem ik hem nog altijd kwalijk. Hij woer mij net mee, hè, of hij dwast het net aan. Misschien wel omdat er ooit commentaar komen zo van meestal van... Ja, mijn jongen uit zijn huishouding, die kan net mij naar de derde betekenen. Want ik kwam thuis, ik zei, ik mij net mee, jong. Daar kreeg ik eigenlijk helemaal net een reactie op. Het leek haast wel of je nu zou je mij maar verwachten dat dat net gebeurde zo. Benny Haltrop kent zijn verhaal net kwiet bij zijn ouders. Hoe het NSB-verlenen van Haidt werd zwijt. En zo giet het in een soort huishoudings. Dus Haidt had een keer zijn, hier hebben wij het net meer over. Punt. Het vervelende weer, dat ik het wil proberen.
En dat waard met haar de haan afstraft. Wij hebben na de oorlog nooit meer gesproken over wat we in de oorlog hebben meegemaakt. Mijn vader heeft nooit gesproken over zijn kamptijd. Het was net of je leefde maar door. Het leven ging verder. En dat verleden dat moest maar zo gauw mogelijk vergeten worden. En dat blijkt dus niet te kunnen. Als je niet met je verhaal bezig kunt, je verhaal naar buiten kunt komen, dan blijf je gesloten daarin en dat gaat zich wreken. Ik wil weten wat wij in de oorlog deden. Ik wil erbij. Maar hier nou eens één keer met mij naar de voorkamer gaan. En hier nou eens even één keer verteld. En dat hier wel onder ons blijven kennen. Van dat en dat bezielde mij om die keuze te maken. En om die en die reden nam ik die mij. Dat is eigenlijk. Als dat gebeurt weer, dan heet het misschien heel anders rond. Net praten maar troppakken. In de 50e jaren draait alles om de wereldbouw van Nederland. Waarom Sjen na de verschrikkings van de Tweede Wereldoorlog is er net meer bij. Net jeder als in de jaren 60 komt er staande gewoon meer omdenken voor. Het was altijd voordrukt, stilhouden. En doordat journalisten daar iedere keer mee aan de gang waren, en ik zelf weer er een keer van, met de opsporing van die oorlogsmisdadigers, tochten die ben over wat ieder al je bad. Vandaar ik die reeks vragen die ik persoonlijk altijd kreeg, over van wat had Paken dingen, wat had hij dingen, wat had Omke dingen. Om onze roepen te volgen. Het wijdrukte hoekje, dat was waar de camera bracht, waar in de krant bracht, wat het licht bracht. En toen moesten ze er wel over praten. Zo waarlijk, help mij God. En zo ben ik ook naar het Nationaal Archief gegaan. En het heeft me behoorlijk geraakt wat ik daar las. Ik heb 's nachts geroepen, vlak nadat ik het dossier gezien had. Ik zat rechtop in mijn bed. Ben jij mijn vader? Moordenaar? Ze hadden je levenslang moeten geven. Met dat facet heb ik rond moeten komen in mijn leven. Want ik wist, dit werkt niet. Je was ook mijn vader. En dat is dus dat proces, dat loyaliteitsconflict wat je dan hebt. Van mijn vader of die man die daarbij betrokken is geweest. Hoe ga je dat met elkaar verbinden? Daar hebben we het ook over op de gespreksgroepen. Daar helpen we elkaar om te zeggen, daar willen we verbinding in kunnen leggen. Het is iets anders. Het is één vader die daarbij betrokken was. Maar hou hem ook als je vader. Ek Jaitske Wassenaar en Benny Haltrop komen in de kunde met de praatgroepen van de werkgroep Herkenning. Ze wrakselen je beide onbewust met het verliezen van haar heid. Om te bombarst en ze professionele help ziek je. Voor Jaitske is de onleiding een dream over de onhouding van haar heid. Nou ja, en toen ging ik op jonge bed. En dat hij soldaat niet was, dat verschrikkelijk beleef je. Dan krijg ik van die posttraumatische stressreacties. Maar ik wist niet eerder dat bestond. Maar mijn oudste dochter die is een psychiatrisch verpleegkundige. En die vertelde ik dat. Ik zei, Saak, ik heb die hele bevrijdingsdag van A tot Z op een eibelip. Ik lag in bed en ik had horen dat ik het zou opschreeuw. Ik wist precies wat die zei met mijn zoon. Wat verkleed het zoon in. Wat ik zelf woon hier, wat ik dier hier. En ik hield opschreeuw. En mijn jongste zoon die ziet een examen maar te nemen en die hier skiernis in zijn eindpakket. En die leest het. Dat verhaal, hij zei, je weet waar helemaal niks van, maar is toch volle meer over vertellen. En ik heb twee dochters. Die andere dochters zag ik verder. Ik dacht gewoon, wat een rot tijd weer het nooit. En daar hebben we nooit meer een woord meer over gehad. Bij Benny Haltrop binnen de psychische klachten grutter. Hij is leerkracht in snits, maar zit een soort ziek thuis. In jontje 81 werd de derm zelfs aankaart. Wat hem krijgt dwars zit, is net heel duidelijk. Omdat zijn eigen huisarts hem op het spoor zet. Hij zei, wat is er nou eigenlijk? Ik heel veel vaker bij hem best natuurlijk. En dan kreeg ik wat pilsjes en we kregen wat diazepam. Dus, nou, ik zei zin hem. Ik weet het net, maar u zei het sting aan de kant van de Duitsers in de oorlog.
En toen vlokte de lood op. En toen zei hij dat jij er zijn. En toen zei ik zin hem, had dat er dan wat mee te krijgen? Hij zei meer dan als denkst. De groep band van NSB'ers wordt hield iets lietser. Maar het trauma werkt terug. Ik de derde generatie van BNS-band had er maar te krijgen. Er was de zin dat een soort veenbrand. Dat baant altijd, dat joot de tijd. Komt hij in Bimi, dat is 2 weken in. Bij de zaak Vaatstra. En die had me in de hal vregen tijdens de pauze van ik zou graag weten als toen ik wat gasten over mijn paken. En ik zei direct ja, dat is net zijn beste broeder was. En dat, die, ik meende ik dat de deerstras in de meisje is. En toen had ik vregen waarom, ja, nou, hij zei dat wist ik wel van dat Libet nog altijd, we willen graag weten wat hij dien had. Dus bij de derde generatie, Ben, libert dat nog wel. Want daar wordt intern soms nog wel eens over praat. Nu, door de hulptelefoon, kom ik daarachter dat we steeds meer contact krijgen met... Ja, ik ben een kleinkind van. En ik wil zo graag praten, want... Ik loop tegen die problemen aan, waar niemand iets van begrijpt. Vooral niet omdat ik kleinkind ben. Ze kunnen nergens terecht, vaak ook niet bij de hulpverlening die zegt, nou, dat kan toch niet meer. En wij weten dus door dat het wel kan, dat het een soort overdracht is van gedrag en houding en voelen van de ouders, die je soms zonder het te zeggen automatisch overdraagt. De angsten, de faalangst. Hè, het vaak ook al van, er is iets wat niet goed is. En andere mensen zijn goed. En ik niet, maar ik weet niet waarom. Dus wij verwachten wel dat er daar een opkomst van komt. En dat wij als herkenning dus echt moeten blijven bestaan. Jaatske Wassenaar en Benny Haltrop had NSB-vrienden van haar heid zo goed als verwerken. Toch bloeien 4 en 5 maaien confronterende dagen. Er is een soort omdenking in de media voor de Tweede Wereldoorlog. En vooral de beelden van jorenvervolging roepen bij de band van NSB'ers heftige emoties op. Is dit wat mijn ouders wonen? Dat moet je weten daar. En is hij weer intelligent genoeg om terug te hebben wat dat wie. En dat heb ik hem ook wel eens vregen. Maar de Joden dan. Maar ja, met de haan op de Bibel kist ik nog wel eens de Joden hier te nemen maken. En dan win je kleer. En dan weet ik het lang niet meer. Maar dat had er net weten. Dus ben gewoon degene die zei dat hij er wel weten. Maar dat van die concentratiekamp missen, dat had er net weten. Dat wil ik net leren, maar wie ben ik? Dat voel ik wel heel sterk, dat ik het erg vind en dat gaat nooit over, dat blijf je in je leven houden, dat mijn vader daarbij betrokken was. Bewust of onbewust van mijn vader weet ik niet. Wat hij wel of niet geweten heeft en waar hij, hoeveel, kan ik hem niet meer vragen. Maar het feit dat hij door zijn lidmaatschap en doordat hij bij de landwacht was, daarbij betrokken is geweest, doet mij genoeg pijn.